Deze video gaat over hypothecaire leningen, bedoeld voor bedrijfseconomie, HAVO en VWO. We gaan het hebben over hypothecaire leningen, de lineaire hypotheek, de annuïteitenhypotheek, inkomstenbelasting en het belastingvoordeel. Je leert wat een hypothecaire lening inhoudt, je leert de hypotheeknemer en de hypotheekgever onderscheiden, je leert hoe een lineaire hypotheek werkt, je leert hoe een annuïteitenhypotheek werkt, je leert de aflossing en interest van een hypothecaire lening berekenen, je leert welke invloed het bezitten van een huis op je inkomstenbelasting heeft en je leert het belastingvoordeel als gevolg van een hypothecaire lening berekenen. Als je een huis gaat kopen, heb je daar meestal niet genoeg geld voor. Dan moet je gaan lenen. Zo'n lening heet een hypothecaire lening. Die werkt als volgt. De bank verstrekt een lening aan een lener. De lener koopt daarmee een huis en geeft de bank het huis als onderpand. In ruil voor die lening betaalt de lener natuurlijk termijnbedragen terug. Hoe werkt het nou met het onderpand? Het onderpand werkt als volgt. Doordat de bank het onderpand heeft, geef jij als het ware de bank het recht het huis te verkopen, mocht je de lening niet terugbetalen. Dat geeft de bank wat zekerheid, want mocht je dus met de Noorderzon vertrekken en niet betalen, dan kan de bank het huis verkopen en alsnog hun geld terugkrijgen. Dat verlaagt voor de bank het risico, dat betekent ook dat de rente relatief laag kan zijn. Dat hypotheekrecht, dat recht op het verkopen van het onderpand, ontstaat omdat het huis dus een onderpand is. Dus het hypotheekrecht is het recht op verkoop, het recht op executie, als de betaling uitblijft, als de lener niet terugbetaalt. En het onderpand, het huis, kan dan verkocht worden, zodat de bank alsnog zijn geld terugkrijgt. Dit maakt de lener de hypotheekgever, die geeft namelijk het onderpand aan de bank. En dat maakt de bank de hypotheeknemer, die neemt het onderpand van de lener. We gaan twee typen hypothecaire leningen bespreken. Eerst lineaire hypotheek. Die heeft als hoofdeigenschap dat die jaarlijks gelijke aflossingen heeft. Dat kunnen we uitbeelden in een grafiek. Die schuld die we gaan nemen is 240.000 euro met een interest van 5% per jaar en een looptijd van 30 jaar. Als je een jaarlijks gelijke aflossingen hebt, dan zul je de schuld moeten delen door de looptijd om op het aantal, of sorry, op de aflossing per jaar te komen. Dus 240.000 euro delen door 30 jaar is 8.000 euro per jaar. Die kunnen we als een rechte lijn in de grafiek tekenen. Vervolgens moet je natuurlijk niet alleen maar aflossing, maar ook interest betalen. Bij een lineaire hypotheek daalt die interest jaarlijks. Hoe werkt dat? Nou, die interest betalen we door de schuld keer het interestperionage te doen. Dus 240.000 euro keer 0,05 komt uit op een interest van jaar 1 van 12.000 euro. Dus hij begint hoog en gaat naar beneden. Maar omdat die schuld afneemt, we lossen namelijk ieder jaar 8.000 euro af, moet die interest ook wel afnemen, want de interest wordt gebaseerd op de schuld. Dus daarom heeft die interest het volgende verloop. Die is eerst 12.000, dus van 8 naar 20.000 komt die in het eerste jaar. Ieder jaar los je 8.000 euro af, dus gaat er een beetje schuld af. Dus wordt je interest ook wat kleiner en daarom daalt die lineair. Laten we het verloop van de schulden en de aflossingen even uitbeelden in de tabel met bijbehorende grafieken. Eerst baseren we die interest op de beginschuld, namelijk 5% van 240.000 euro. Die hebben we al berekend, dat was 12.000 euro. Vervolgens lossen we het jaar af, 8.000 euro, dus de beginschuld voor het komende jaar is 8.000 lager. De aflossing blijft hetzelfde, die blijft de hele looptijd hetzelfde, maar de rente, de interest, die daalt nu wel, namelijk naar 11.600 euro. Het volgende jaar is de schuld weer 8.000 euro lager, de aflossing is weer 8.000 euro, die blijft gelijk. En de interest daalt naar 11.200 euro. Vervolgens kun je dat per jaar zo invullen. En zul je een trend zien ontstaan dat die interest iedere keer daalt met 400 euro. Namelijk 5% van de aflossing 8.000. Vervolgens ben je bij jaar 29. Heb je nog maar 16.000 euro schulden over. Nog steeds dezelfde aflossing en nog maar 800 euro interest. En bij het laatste jaar los je de laatste 8.000 euro schulden los je af. En dan heb je nog maar 400 euro interest over. Hoe ziet het er nou uit? Nou, die schuldrest die daalt lineair, want ieder jaar is dezelfde stap dat die daalt, namelijk met 8.000 euro, met die aflossingen. En de interest daalt ook lineair, namelijk ieder jaar met 400 euro. Die aflossing die blijft gelijk. De tweede soort hypothecaire lening die we gaan bespreken is de annuïteitenhypotheek. Dit is een speciale hypotheek waarbij je met de bank afspreekt dat je ieder jaar hetzelfde bedrag betaalt. Die betaling bestaat alleen wel uit twee elementen. We gaan verder met dezelfde schuld, dezelfde interest en dezelfde looptijd. En het jaarlijks te betalen bedrag noemen we de annuïteit en die is zo groot.
De karaktereigenschappen zijn dat de jaarlijkse aflossing stijgt, terwijl de jaarlijkse interest daalt. En omdat die stijgingen en die daling elkaar opheffen, of eigenlijk elkaar compenseren zou je kunnen zeggen, kan het bedrag ieder jaar even groot blijven. Uitgebeeld ziet het er zo uit. We hebben een rechte lijn lopen ter hoogte van de annuïteit, bijna 16.000 euro. En die is ieder jaar dus constant. Maar daartussen hebben we nog een lijn lopen en die doet de afscheiding tussen interest en aflossing zien. Ja, dat je in het begin heel veel interest betaalt is natuurlijk logisch, want hier is je schuld nog heel hoog. De volledige beginschuld en daar 5% van is 12.000, hebben we al berekend in de vorige hypotheek. Als je dan zoveel moet betalen, bijna 16.000 euro, dan is het kleinste stukje dat je nog over hebt, is natuurlijk aflossing. Ja, als je vervolgens een beetje hebt afgelost, is het jaar daarop je schuld ietsje kleiner, dan heb je ook iets minder interest, waardoor de aflossing moet toenemen. Nou, en daarom heb je de dalende verloop van deze middenlijn, die eigenlijk de stijging van de aflossing laat zien, en de daling van de interest. Dus omdat die schuld afneemt, neemt de interest ook af, en daarom moet de aflossing wel toenemen. Want de aflossing bereken je door de annuïteit te nemen, deze, min de interest, ja, en die daalt, dus moet deze wel stijgen. Laten we even oefenen met het rekenen. We hebben afgesproken dat de interest altijd een percentage van de schuld is. En de schuld in jaar 1 is 140.000 euro, dus de interest is 12.000 euro. Dat hebben we al eerder gezien. De annuïteit is vervolgens altijd de interest plus de aflossing. Ja, als we één van de twee weten, weten we de ander ook, door een minsom te doen. Dus annuïteit min interest moet zijn aflossing. De eindschuld is de beginschuld min die aflossing. Vervolgens nemen we die eindschuld nemen we mee naar jaar 2. En dan gaat het rijtje weer opnieuw. De annuïteit die blijft gelijk. Dat is de afspraak met de bank. Ieder jaar betaal je hetzelfde bedrag. Maar nu krimpt die interest wel. Want je hebt nu een kleinere schuld. Dus 5% hiervan is iets minder. Waardoor met hetzelfde bedrag als hier de daling is, maar de aflossing een stijging moet zijn. Want annuïteit min interest is aflossing. Waardoor je dus iets meer aflost dan vorig jaar. Waardoor je eindschuld dus iets harder daalt. En die eindschuld neem je weer mee naar het derde jaar. Zo gaan we gestaag verder. En je zal zien dat die interest steeds afneemt, die aflossing dus daarom toeneemt. En die eindschuld steeds sneller gaat dalen. Als we bij de laatste jaren uitkomen, dan zien we het volgende. We hebben nog een vrij kleine schuld over. De interest is heel laag geworden, want ja, 5% hiervan is niet zoveel meer. Waardoor het grootste deel van de annuïteit uit aflossing bestaat. En waardoor je aan het einde van de rit nog een kleine eindschuld over hebt. Dan gaan we nog een keer verder. En dan komen we hier uit op een eindschuld van 29 cent. In de praktijk is het gewoon 0 cent, maar doordat we overal op 2 decimalen afronden, komt er uiteindelijk na 29 jaren elke keer een beetje afronden, een soort van denkbeeldig overschotje van 29 cent. Maar die is in de praktijk niet aanwezig. We zien nu dat die annuïteit dus ieder jaar gelijk blijft. Dat is de hoofdregel van de annuïteitshypotheek. En die blijft gelijk. Maar die bestaat uit twee elementen, de interest en de aflossing. En die interest die neemt af, waardoor die aflossing automatisch dus moet toenemen. Nog even om het beeld compleet te maken, een uitbeelding van hoe die annuïteit zich gedraagt. We hebben een annuïteit, die is ieder jaar even groot, maar naarmate de jaren verstrijken, zal je zien dat de verhouding aflossing en interest verandert. In het begin is de aflossing heel klein, een heel klein deel van het geheel. En de interest is heel groot, maar aan het einde van de rit zijn die rollen omgedraaid. Het ziet er als volgt uit. Zo, doordat de verhoudingen elkaar compenseren, kan het bedrag ieder jaar gelijk blijven. Het bezitten van een huis met een daarop rustende hypothecaire lening heeft ook invloed op je inkomstenbelasting. De inkomstenbelasting is geregeld volgens box 1 aan de hand van 4 verschillende schijven met verschillende tarieven belastingen. Daar wordt je belastbaar inkomen naastgelegd en aan de hand van het inkomen dat in zo'n schijf ligt, wordt daar belasting over geheven. De hypotheekrente, de interest die je betaalt op je hypothecaire lening, die kun je als een aftrekpost van het inkomen aftrekken. Dat betekent natuurlijk niet dat je minder gaat verdienen. Nee, alleen maar op papier wordt er een getal afgetrokken, een bepaald bedrag hypotheekrente. En welk effect heeft het nou? Stel je nou eens voor de top van je inkomen bereikt de vierde hoogste schijf van box 1, de 52% schijf. Dan betekent dat dat je over die hypotheekrente, dat stuk bedrag hierbovenop, 52% belasting bespaart. Dat levert een belastingvoordeel op. Dat belastbaar inkomen, het inkomen waarover je inkomstenbelasting betaalt, volgens box 1, kunnen we berekenen. We beginnen met de inkomsten uit arbeid, loon. Dat loon wordt verrekend met twee bedragen die voortkomen uit het feit dat je een eigen woning bezit. Eerst een bijtelling die verhoogt op papier je inkomsten, namelijk het eigen woningforfait. Daarna worden er aftrekposten van afgehaald. Eerst de hypotheekrente en vervolgens de overige aftrekposten.
Uiteindelijk houden we over het belastbaar inkomen. Over dit inkomen wordt belasting geheven. Je ziet dus nu dat hoe hoger de hypotheekrente is, hoe lager het belastbaar inkomen is. En hoe lager het belastbaar inkomen, hoe lager de inkomstenbelasting. Oftewel, de hypotheekrente levert een belastingvoordeel op. We hebben nu twee verschillende hypothecaire leningen besproken. De lineaire hypotheek en de annuïteitenhypotheek. In de grafiek is te zien dat bij beide hypotheken de interest gedurende de looptijd afneemt. Bij de annuïteitenhypotheek wel op een ander tempo. Wat ook te zien is, is dat bij de lineaire hypotheek de aflossing jaarlijks stabiel is, terwijl die bij de annuïteitenhypotheek toeneemt. Dit heeft ook gevolgen voor je netto maandlasten. Dat ga ik aan de hand van twee rekenvoorbeelden laten zien. We beginnen met de schuld, 240.000 euro. De aflossing hebben we al berekend, is 8.000 euro. De interest van jaar 1 hebben we ook al berekend, is 5% van de schuld, namelijk 12.000 euro. Het belastingvoordeel berekenen we door te kijken waar de top van ons inkomen zich bevindt volgens de belasting van box 1, in ons geval 52%. We nemen dus 52% van de interest, dat is ons belastingvoordeel. 52% van 12.000 euro is 6.240 euro. Vervolgens moeten we de netto maandlasten berekenen. Netto betekent na aftrek van belastingvoordeel en maandlasten betekent per maand. Dat dit jaarbedragen zijn. Nou, hoe komen we van een jaarbedrag naar een maandbedrag? Delen door 12. We tellen de aflossing en de interest bij elkaar op, trekken daar belastingvoordeel van af en delen dat geheel door 12. Komt uit op 1146 euro en 67 cent. Voor het laatste jaar doen we hetzelfde. De schuld is nog maar 8000 euro, de laatste aflossing dus ook. De interest is slechts 400 euro en belastingvoordeel is 52% van die interest. Berekenen we, komen we uit op 208 euro. We tellen de aflossing en de laatste interest bij elkaar op, halen daar belastingvoordeel van af en delen dat door 12. Komen we uit op 682 euro en 67 cent. We zien dus dat de netto maandlasten dalen. We doen hetzelfde bij de annuïteitenhypotheek. We nemen de schuld van 220.000 euro. De aflossing is de annuïteit min de interest. En de interest weten we eigenlijk al, 12.000 euro. Dus de aflossing is 3.612 euro en 34 cent. De interest 12.000 euro en samen vormen ze die annuïteit, dat is de regel. Het belastingvoordeel is in het begin hetzelfde als in de lineaire hypotheek, want de eerste interest is even hoog. Maar netto maandlasten zijn veel lager. Dat komt omdat de aflossing maar een klein deel is. In het laatste jaar is de schuld nog maar klein. De aflossing is dus die volledige schuld. Nogmaals, dat verschilletje in een paar centen komt door de tussentijdse afronding op 2 decimalen, maar in de praktijk bestaat die niet. De interest is laag, het belastingvoordeel is dus ook laag, 52% daarvan. De netto maandlasten die zijn gestegen. Waarom? Nou, omdat de aflossing nu heel groot is geworden. Dus er is nu een stijging in netto maandlasten. We hebben het gehad over twee hypothecaire leningen, de lineaire hypotheek en de annuïteitenhypotheek. We hebben het ook gehad over inkomstenbelasting en we hebben het belastingvoordeel berekend. Je weet nu wat de hypothecaire lening inhoudt. Je kunt de hypotheeknemer en de hypotheekgever onderscheiden. Je weet hoe een lineaire hypotheek werkt. Je weet hoe een annuïteitenhypotheek werkt. Je kunt de aflossing en de interest van de hypothecaire lening berekenen. Je kunt uitleggen welke invloed het bezitten van een huis op je inkomstenbelasting heeft. En je kunt het belastingvoordeel berekenen als gevolg van de hypothecaire lening. Om te controleren of je deze leerdoelen ook bereikt hebt, kun je de volgende opgave maken. Lukt het je niet of heb je een andere vraag of een opmerking, dan zie ik die graag terug in de reacties. Bedankt voor je aandacht en tot de volgende keer.